Ja, nou, dat is Michelle, nou, die regelt de merchandising. En dat is het enige? Dat is jullie de kleding. De kleding. Oh, kleren, op zo'n manier klerenwijf. Ja. Nou, ja. Ja, want ik denk, we maken een bruggetje naar Bo. Dat ze vrouwen klerenwijf noemen, Bo. Klerenwijf, ja, net hoe je het ziet natuurlijk, hè. Kijk, ik weet niet wat voor type volk een beetje op jullie gebeuk afkomt, omdat je het net zo zei. Ja, nou, het is niet echt virtuose komen niet op ons af, in ieder geval. Maar het is echt, van alles. De boeren en die vinden dat prachtig, joh. Als het maar hard is en 3 akkoorden, huppakee, het maakt allemaal niet uit, joh. En veel bier. Dat is altijd leuk, toch? Het maakt allemaal helemaal niks uit. Ja. Ja. Slinger maar een eentje bier in de rond, joh, en kijken wat je doet. Dat is echt gewoon... Ziet zo jouw ideale stapavond eruit, Bo? Bier en 3 akkoorden en gaan? Nou ja, af en toe vind ik het best leuk, hoor. Mijn avondje inderdaad. Ik kan er misschien heel netjes uitzien nu met mijn jurkje en mijn panty en een leuk hoedje. Maar ik vind het ook leuk om lekker in mijn spijkerbroek met mijn Nike's gewoon lekker door een tent heen te springen, ja, met bier te gooien. En ja, zo ben ik eigenlijk ook wel. Nou, die staat eerst de volgende optreden, trap boom af. Op het podium. Ja. Lekker wij. Op de achtergrond. Ja. Ja. Ik zie haar bijna, dat is die andere jongen trouwens. Je moet er wel overleggen. Ja, oké. Ja. Bo, leuk dat je er bent. Ja. 2 jaar geleden meegedaan aan Holland's Next Topmodel. Ja, klopt. Wat is er sinds die serie uitzendingen met Bo Kossen gebeurd? Ja, een heleboel. Ja, het is een hele lange periode geweest, een hele leuke periode vooral. Heel veel geleerd. Ja, het is allemaal heel spontaan begonnen en dat heb ik eigenlijk zo een beetje opgepakt. En het is ook heel spontaan gebleven eigenlijk. Alles wat wat een beetje op mijn pad is gekomen, ben ik eigenlijk een beetje gaan volgen. Een beetje hier en een beetje daar. Dus echt heel veel meegemaakt en heel veel gedaan. Dus heel veel gereisd ook. Ja. Dus, en als wij dan op zoek gaan naar Bo Kossen, dan komen we op allerlei mooie sites en plaatjes en en dan vinden we ook jouw maten. En Ed heeft er heel veel verstand van, ik niet. Maar die riep meteen, oh, dit is perfect. Jij hebt blijkbaar de perfecte maten. En dan ben ik nieuwsgierig, had jij die toen al en heb je dat dus toch steeds? Is dat een constante factor in je modellen bestaan? Ja. Dus dat is dat, ik lees even voor de kijkers thuis, want die weten het natuurlijk ook niet. Jij bent 177 centimeter lang, ja. Je hebt 90 centimeter borstomvang, ja. 60 centimeter taille. En dit was het onderdeeltje wat Ed ook meteen zei, ja, dan moet ze ook 90 centimeter heupen hebben. Precies. En dat heb je. Ja. Maar dat is gewoon mijn algemene ontwikkeling, hè? Dat soort dingen. Oké. Okay. Maar mijn vraag is dus, had je dat al toen je je opgaf? En is dat een constante factor geweest? Of dat jij begon, ja, je bent min of meer van de straat geplukt en hebt meegedaan? Ja, nee, klopt. Ja, het is een beetje genetisch bepaald bij mij. Dus voor mij is het eigenlijk een beetje een soort geluk wat ik eigenlijk heb. En ik ben eigenlijk altijd zo geweest. En ik was eigenlijk, vroeger was ik echt een heel mager, dun meisje. Ik werd altijd een beetje gepest, ook in groep 8, weet je wel, van... De meisjes kregen al een beetje bosjes en rondingen en ik was echt zo'n lange, dunne plank. Ja, en eigenlijk is dat echt tot de tweede klasse, inderdaad was dat gebleven. Ik denk dat een jaartje of 14, 15, dat er een beetje wat begon te komen. En hoe oud was je dat je meedeed? Net 18, echt net 18, dus ik net 18 geworden. Dus toen was je op volle sterkte? Ja, inderdaad, toen was ik inderdaad... Nou ja, ze zeggen inderdaad, die ideale maat, die begon ik toen inderdaad eindelijk een beetje te creëren. Daarvoor zat ik nog echt eronder, zeg maar. Maar moet je er heel veel voor doen om dit prachtige figuurtje zo te houden? Nou ja, nee, eigenlijk niet. Gewoon veel chips eten op de bank 's avonds. Nou, wat heerlijk. Nee. Kijk, natuurlijk moet je wel een beetje denken om wat je eet. Maar voor mij ligt het meer zeer aan mijn huid. Vaak als ik dan inderdaad 3 weekenden achter elkaar ga stappen. Maar elk stapavondje een patatje oorlog en allemaal dat soort dingen achter elkaar ga eten. Ja, dan zie ik het op een gegeven moment gewoon in mijn gezicht. Niet dat ik het erom laat, hoor, helemaal niet. Dan doe ik het even goed nog. Maar die 2 weekenden achter elkaar, het hele weekend lang, zeg maar. Ja, dus het valt eigenlijk wel mee. Ja, ben jij nu helemaal model of is het een combinatie? Kun je ervan leven? Nee, ik kan er momenteel niet echt van leven, zeg maar. Kijk, het is vooral als je net begint. Kijk, het lijkt natuurlijk een hele lange periode, 2 jaar. Maar ik ben na Holland's Next ben ik eigenlijk nog wel heel veel gaan reizen. Daarna heb ik eigenlijk een soort tussenstop gehad dat ik gewoon in Nederland bleef en eigenlijk niet meer echt op pad ging naar het buitenland. En als het vooral in Nederland is, is de modellenmarkt niet zo hoog dat je daar gewoon echt van kan leven. Mm-hmm. Dus dat is gewoon jammer.
ja, die high fashion ligt gewoon echt in New York, Londen. Nou ja, echt de modesteden, zeg maar. Ja. Wat dus is dat, het minst leuke dat je in die 2 jaar en ook tijdens je deelname aan Holland's Next Topmodel hebt meegemaakt? Ja, ik denk dat je de deelname zelf met het programma en het modellenwerk los, dat moet je echt los van elkaar zien. Kijk, tv is natuurlijk een heel ander wereldje als de modellenwerk de wereld zelf. Dat was voor mij ook echt helemaal nieuw trouwens hoor. Ik kwam uit het programma en ik had zoiets van, oh mooi, ik heb iemand die me rondrijdt, weet je wel, een beetje iemand die op me let, zegt wat ik moet doen. Toen ging ik mijn eerste trip maken, dat was naar Milaan. Istanbul, ging ik naar Istanbul toe. En Istanbul is natuurlijk een vreemd land. Tenminste, het is best wel een stukje van huis. Ja, en ik ben een mooie bloemaren. Ja, precies. Ja, en daar had ik toen wel een drijver, omdat in het gebied waar ik zat was niet helemaal dat je daar als blond meisje inderdaad alleen kon rondlopen. Dus dat was nog een voordeel, maar het is zoveel anders dat het programma laat zien. Dus ja, dat was voor mij wel een hele uitdaging en helemaal nieuw eigenlijk. Ja. Kijk, de tv-wereld is natuurlijk heel anders dan de modellenwereld zelf eigenlijk. Want in de modellenwereld zelf moet je het eigenlijk gewoon helemaal zelf doen. Ja. Waar staat Bokossa over 5 jaar? Nou ja, wie weet, hopelijk in New York misschien toch nog een keer, hè? De Victoria's Secret Show. Maar en hoe, ja, hoe groot acht je de kans daarop? Dat ligt er ook net aan hoe ik daar naartoe ga, zeg maar. Kijk, nu ben ik wel weer een beetje bezig met het oppakken. Ik ga over een half jaar ga ik voor een half jaar naar China. Dus daar ga ik weer aan mijn boek bouwen en ga ik daar weer extra veel aan trekken. Kijk, en dan op een gegeven moment, hoe meer je boek opgebouwd hebt, hoe meer jij je naam creëert in de buitenwereld, zeg maar. Kijk, hoe dichter je bij dat stapje Victoria's Secret komt natuurlijk. Ja, dat is de droom. Dus, dat is toch wel een droom van ieder model ook, denk ik. Ja. Ja, ja. Maar is dat een realistische droom? Want er zijn heel veel mooie meiden die dat willen halen. Precies. Ja, nou ja, het is net wat ik al zei. Het ligt ook een beetje aan jezelf, je instelling natuurlijk. Kijk, als jij er 100% voor gaat, kijk, er komen natuurlijk wel meer factoren bij kijken hoor. Maar kijk, als je iets wil, dan komt het er wel, toch? Tuurlijk. Hey, we blijven je volgen. Heel veel succes met alles wat je gaat doen. Leuk. En we wensen je heel veel plezier bij het eerstvolgende optreden van de Wouddrukkers. Ja. Maar daar gaan we nu alvast van genieten. Oh, die mag ik jou uitnodigen. Ja. Kun je ondertussen vertellen wat jullie voor ons gaan? We gaan een nummer spelen, dat is van ons Best Of album. Er staat 1 liedje op. En dat heet Ik Kom Eraan. Ik Kom Eraan, nou heerlijk, lekker. De Wouddrukkers, dankjewel. Wouddrukkers.